Tot slot trekken we nog even naar de Grote Markt in Antwerpen. Daar was gisteravond een prachtig lichtspektakel naar aanleiding van de bevrijdingsfeesten. Er werden video's geprojecteerd op het stadhuis en acteurs speelden de feiten van toen na. Het publiek was onder de indruk. Voor veel mensen was het een emotionele ervaring. En ineens stond daar het leger voor ons deur. Wie had gedacht dat het leger eigenlijk een bliksemkennis was? Mei 1940, de Duitsers bezetten Antwerpen. Eén vlag, één stem, één buis, één volk. Ze geloven het. Dit licht- en geluidsspectakel op de Grote Markt vertelt het verhaal van Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van de verovering van de stad tot de Duitse bezetting. Acteurs brengen het verhaal tot leven. We trekken onze kinderen in hun arm als Frits of Hans hun naam vraagt. We slapen ons ogen neer en kijken naar elkaar. De horizon wordt starter met een dag. Enorm aangrijpend, ook met de muziek en de acteurs die heel sober toch wel laten zien hoe het echt was, vond ik heel mooi. Het was pakkend, figurantend, spektakel en ja, zeer belangrijk, zoiets mag niet vergeten worden. Hè? Een van de stemmen in het stuk is van de bekende Antwerpse rapper Toerist Lim C. Vereenlijn vleugels en keer op keer storten die monsters ergens neer. Ze vallen niet meer in doel, maar om alles wat is te ruïneren. Vooral de scènes over de jodenvervolging hakken er bij het publiek in. Je draagt die ster als je wakker wordt en je draagt die nog als je gaat slapen. Heb je dat goed begrepen? Ja, ik ben er eventjes stil van. Het is ook een moment om terug te denken wat er 75 jaar mensen allemaal voor ons gedaan hebben om ons vrij te hebben. In 1944, 75 jaar geleden dus, is Antwerpen vrij. En dan volgt natuurlijk de vreugde. Eindelijk, we mogen terug de straat op. We mogen een feest maken van Victor. Dat was het voor nu. We zijn er straks weer om 17:00 en om 18:00. Een aangename namiddag en graag tot vanavond.